Goedemorgen jongens en welkom bij de tweede dag van Vlogmas alweer. Ik heb mijn haar lekker opgerold in mijn haarhanden die ik heb gehaald bij de Action. Mochten jullie die shop nog niet hebben gezien, klik eerst even op het i'tje, die is vet leuk. Vet leuke nieuwe dingetjes gekocht, onder andere deze haarhanddoek. Het is al een beetje laat. Ik heb echt super erg uitgeslapen. Het is namelijk 11:45 en ik heb net gedoucht en ik was denk ik om 11:45 echt net wakker. Maar ik hoor mijn zus beneden, dus ik ga zo meteen even hallo zeggen. Die gaan naar haar verjaardag. Ik ga niet mee. Zit ik niet heel erg op te wachten. Ik ben gewoon heel erg moe vooral. Ik was een beetje laat thuis gisteren. Ik mocht zo meteen mijn eerste vakje openmaken, want het is vandaag 1 december. Oh, zo leuk. Ik kan echt niet wachten. Zo leuk. Wat ik trouwens ook even wilde zeggen, is ik heb gisteren helemaal niet gevraagd wat jullie van de nieuwe intro vinden. Ik vind mezelf echt super leuk gemaakt. Hij is gemaakt door Marvin. Die ook stage loopt bij Age, net als ik. En hij is echt super leuk geworden. Dus hier komt hij nog een keer. Ik vind het echt super leuk. En het past bij mijn banner, mijn thumbnail. Dus het is helemaal gewoon eenzaam. Dus dat vind ik echt vet leuk. Nu ga ik even hoi zeggen bij mijn zus. En ik had me lekker in mijn bed verschoond gisteren. En die is gelukkig nog steeds lekker netjes. Daar word ik heel erg blij van. Oké, tot zo. Hallo, Anouk vindt dat er even interessant genoeg is om elke dag te vloggen. Dus bij deze een vlog op Anouk's aanvraag. Nou, ik hoop dat de kijkers hier tevreden mee zijn. Dit is Mila. Mila. Kom dan. Goed zo. Kijk, Mila is wel schattig, dat dan weer wel. Nou, ik wil veel mijn honden filmen, zijn ze ook wel blij. Oh, je bent wel heel schattig. Heb je ook een vlog waar Momo in zit? Oh nee, in je dag lang geel eten. Die heb ik ook nog niet gekeken. Ja, Momo was wel heel irritant toen ik aan het koken was. Ja, weet ik. En hij gaat in de wasbak zitten. Ja, maar dat mag hij niet. Je moet hem er gewoon afhalen. Ja. Was dit genoeg vlog voor je of wil je nog meer vlog? Nee, het is goed. Zo, die haarhanddoek zit er volgens mij echt al een uur op. Dus die ga ik er maar eens even afhalen. Oh. Ik ga echt niks meer doen vandaag. Ik ga zo wel mijn adventkalender. Mijn adventkalender openmaken samen met jullie. Als jullie dat willen zien natuurlijk. Ga vanuit van wel. Echt. Even buiten adem van de trap. Dat gaat echt niet goed, sorry. Het werkt fantastisch. Nou, dat is even snel gedaan. Dan gaan we nu door. Sorry man. We gaan door de adventkalender. I can't wait. Nou, ik heb hem gewoon bij de Action gehaald. Dus de kwaliteit zal waarschijnlijk niet super zijn. Maar ik heb nog nooit een adventkalender gehad. Dat is toch echt erg. Oh, dat kan echt niet. Ja, ik heb wel eens een adventkalender gehad met gewoon chocolaatjes. Maar ja, dat kan je niet als een adventkalender noemen. Oh, oké. Daar gaan we. Dit wil ik eigenlijk denk ik gewoon even af hebben. Dat is echt vet interessant. Hoppa. Waar is nummer 1? Oh, hier ben ik echt heel slecht in. Waar is nummer 1? Oh, hier. Wat hoe leuk. Oh, ik heb hem gescheurd. Ik wou zeggen, hoe leuk is dit? Maar oh nee, ik scheur hem echt helemaal kapot. Oké. Okay. Yes, het is handcreme. Voor degenen die mij kennen, no matter waar ik ben, ik heb altijd handcreme bij me. Zeg maar. Oh, op school, op stage. Gewoon. I don't know. Gewoon altijd. Ik heb deze adventkalender trouwens gewoon gauw bij de Action. Ik weet niet of ik dat had gezegd. Volgens mij ben ik dat vergeten. Het labeltje er niet af. Joh. Waarom doe ik dat soort dingen met mijn tanden? Dat is zo slecht. Dat lukt me niet. Dit hoort niet zo moeilijk te gaan hoor. Maak hem nu open met mijn schaar. Nou, die zit echt moer vast. Dit is echt niet goed hoor, dat het zo slecht gaat. Kijk dan. Echt niet goed. Ik moet het gewoon knippen.
Oké, okay, nou, ik ga hem testen. 3 minuten later. Oeh, hij ruikt wel lekker. Ik weet niet, dat wil ook gewoon actionmerkers of zo. Ik heb geen idee. Oeh, die ruikt echt heel lekker. Hij smaakt ook prima uit. Mmm, die is lekker. Hij droogt ook echt heel snel op. Hij is nu al opgedroogd. Dat is wel echt top. Oh, dat vind ik echt fijn. Ik ben gelijk weer helemaal blij. En waar heb ik nou mijn telefoon gelaten? Oké, ik heb hem al. Sorry. Nou, ik heb dus een lekkere handcreme. Ik leg hem gelijk even lekker naast mijn bed. Zo. En ik denk dat ik nu maar vast even de eerste vlog moest gaan editen. Want die komt natuurlijk morgen online. Voor die staat hij online. Oh, zo leuk. Ik ben echt zo blij dat het vlogmas is. Ik word er echt blij van. Nou, en nu we toch even bezig zijn, wil ik heel graag samen met jullie mijn banner aanpassen. Ja, ik heb een kerstbanner. En die gaan we samen even. Dus ik hoop dat het goede formaat is. Ah, kijk nou. Oh my god, zo leuk. Daar word ik echt blij van. Dat is nu dan wel goed. Maar nu doe ik mijn editprogramma even heel naar. Moet ik allemaal dingen downloaden. Maar ik ga het oplossen. Ik heb in ieder geval een nieuw banner. Dus ik ben super blij. The Christmas lights fill the city. There are people. Wat wordt dit een langdurige dag. Ik ben namelijk echt helemaal niet actief. Ik ben gewoon, ja, een beetje aan het editen. Gewoon lekker aan het chillen. Ik heb het echt super koud de hele dag. Dus ik zit lekker met mijn dekentje die ik vorige keer heb gekocht bij het tuincentrum. Ook zet ik mijn duim op, maar dat zie je niet. Ik heb net lekker een theetje gedronken. En ja, ik ben een beetje aan het editen. Een beetje YouTube aan het kijken. En misschien kan ik vanavond wel een soort van mukbangetje doen. Ik hou alle opties open. Zeg maar, ik vraag me eigenlijk wel een beetje af. Want het is natuurlijk... ik heb al 2 jaar geleden volgens mij... Wat was het? 2015 en 2016? Dat is weer 3 of 4 jaar geleden. Oh jeetje, wat lang geleden. Heb ik ook vlogmas gedaan. En toen ging ik gewoon uploaden volgens mij wanneer de video af was. Toen had ik echt geen idee dat je het op een bepaalde tijd echt moest uploaden volgens mij. En... En dat ik zit een beetje te kijken welke dag of hoe laat ik hem moet uploaden. Want vinden jullie het fijn om het in de ochtend te kijken? Of juist in de avond? Want anders zou ik hem bijvoorbeeld om 6 uur 's ochtends online kunnen gooien. En dan kan je tijdens het klaarmaken, zeg maar, kan je hem kijken. Of juist voordat je gaat slapen. Dus ik denk dat ik gewoon een paar dingetjes ga uitproberen. En dan moeten jullie maar even laten weten wat jullie fijner vinden. Dan kan ik daar gewoon rekening mee houden. En dan gaan we samen tot een oplossing komen. En mocht je nou ideetjes hebben, bijvoorbeeld als een dag bijvoorbeeld... Zoals vandaag doe ik niet zo heel veel. Vinden jullie het dan wel leuk om naar te kijken? Of moet ik dan iets anders ervoor... Nou, iets anders ervoor in de plaats. Dat gaat niet. Maar wat voor dingen kan ik doen om de vlog een beetje op te leuken? Laat zeker even achter de reacties. Want dan maken we het samen gewoon een veel leukere vlog. Een leuke vlogmoestijd, jongens. Ik zit er nog. Nog steeds op dezelfde plek. Ik had nog een vraagje aan jullie. Schrijf gewoon lekker mee in de comments, want volgens mij vraag ik nogal wat dingen vandaag. Maar ik vind het leuk om allemaal te lezen en te reageren zometeen. Maar ik ben heel erg benieuwd naar wie jullie allemaal kijken met vlog. Want ik ben nu de vlog aan het kijken van Sarah Rebecca. Vind ik zo cool, vind nu dat ze zwanger is. Ik vind het zo leuk. En ja, ik vroeg me af wat jullie nou eigenlijk kijken voor vlogmas. Misschien wat inspiratie opdoen, kan ik dat ook gaan kijken. Oh, ik heb nog steeds echt super koud. Maar ik moet zo echt even naar de Albert Heijn voordat hij dicht gaat. En even wat spaghetti halen. Tenminste, iets vanavond eten. Want dat heb ik er niet. Oh, kijk ze schattig liggen. Mila, ben je aan het kwispelen, maar kijk je me niet aan? Mila. Oh, gos, ben je lekker lui. Lekker aan het chillen. Mijn liefje is hier. Lekker samen. Het is lekker, Roxy. Zo lekker warm, Jana. Ja. Ach,
echt super leuk. Zo, helemaal ingepakt en al. Ik heb lekker mijn teddyjas aan. Op naar Albert Heijn. Het is echt... Ik blijf het maar zeggen, maar ik heb het ook gewoon echt super koud. Volgens mij ligt mijn sleutel nog onder de kliniko. Maar even onder mijn sjaal vandaan halen. Mijn outfit. Mijn sportbroekie. En mijn lekker sjaal van H&M. En mijn jas van H&M. Ik ben er weer terug. Granaatappelpitjes halen. En nu ga ik spaghetti halen. Nou, ik ga lekker pasta eten. En dit ga ik zo meteen even eerst eten. Omdat Michel nu nog bij de surprise party is. En dan kom ik over een uurtje ongeveer thuis. Ik denk dat ik een scrub of zo ga maken voor mijn lippen. Want dat is echt super droog. Eerst ga ik even lekker dit eten. Even mijn lippertje. Oh, en dan ga ik heel even het aanrecht een beetje opruimen. Want het is echt een beetje rommelen. Maar anyways, ik ga het even openmaken. Lekker. Ik heb het echt vet lang niet meer gegeten. The Christmas lights fill the city. There are people everywhere. The snow is falling white and pretty as I stroll on my way to you. How will you feel about packing up today? Dus is het 10:30 en ben ik echt super moe. Michel is net naar huis. En voor mij is het tijd om nu lekker te gaan slapen. Morgen heb ik een hele spannende dag. Dat vind ik zelf. Tenminste, ik zie er niet tegen op. Maar ik ben gewoon een beetje zenuwachtig ervoor. We gaan namelijk voor stage hebben we een YouTube kanaal. Volle bak. En daar gaan we dus een stagiair kanaal van maken. En we zijn er al super lang mee bezig. En morgen zijn dus de eerste opnames. Ik ga het allemaal gewoon voor jullie vastleggen. Dus het wordt in ieder geval heel erg leuk. We gaan bij Kim langs. Kim van Haren. Mochten jullie kennen. Vet leuk. Ik ga morgen naar naartoe. Dus mochten jullie dat niet willen missen. Moeten jullie zeker even morgen ook even Dan moeten jullie zeker even morgen ook mijn vlog gaan kijken. Het is voor het eerst dat we zeg maar zo'n productiedag hebben. Dus ik ben echt super benieuwd. Dus dat is gewoon waar mijn spanning een beetje vandaan komt. Zo. Ik heb vandaag ook echt niet zoveel gedaan. Dus ik hoop niet dat jullie het saai vonden. Want ik ben wel lekker uitgerust vandaag. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen weer. Slaap lekker.